Goedemiddag, hi. Ik ben Yvette, de dierenarts van Dr. Pet. En mij als arts wordt heel vaak gevraagd, Yvette, is mijn hond wat te dik, te stevig of is hij te mager? En dan maak ik altijd gebruik van de Body Condition Score. En dat doen heel veel dierenartsen en het is iets internationaals. En daaraan kun je zien uiteindelijk of je hond of je kat te dik is of te mager is. En ook stel dat je hond of je kat een beetje moet afvallen, kun je ook dus die score gebruiken om te meten hoe het staat met het gewicht. Dus het gaat niet alleen om aantal kilo's, maar ook om vorm en ook om bespiering. Nou, ik laat het je zien. Oké, hier zien jullie lichaamsconditiescore voor de hond. Nou, die heb je in 9 gradiënten, waarbij 1 is echt heel mager en 9 is obesitas. 1 tot en met 3 überhaupt is wat te mager. 4 en 5 zijn perfect, staan in het groen. 6 is wat overgewicht, zeg maar een bourgondische inslag. En 7 tot en met 9 is echt te zwaar. En het gaat niet alleen om waar je hond zit, dus een body condition score heeft bijvoorbeeld van 6 uit 9... maar ook om vorm en ook om bespiering. Als je nou heel goed kijkt bij dat ideale gewicht, in het groen dus, puntje 4 en puntje 5, dan zien we echt een heel mooi opgetrokken buikje. En als je zo'n hond van boven bekijkt, terwijl je lekker staat te kletsen best met de eigenaar, zie je echt een hele mooie taille. Als we dat vergelijken met bijvoorbeeld een body condition score van 8 uit 9... Een hond die echt dus veel te dik is, die heeft helemaal geen taille meer. En die heeft dat buikje, die heeft echt zo'n, ja, een beetje een hangbuikje. Deze honden moeten dus afvallen. Deze honden moeten iets aankomen. En dit is perfect. Wij noemen dit een Chantal Jansen. Dit is Silke. En ik ga jullie uitleggen, is Silke nou te dik? Is ze nou te dun? Want als je haar zo ziet, zou ik zeggen, nou, het is best wel een stevig meisje. Maar dat valt heel erg mee. Want wat je gaat doen is voelen. En voelen doe je met je vlakke hand. Daar zitten al je zintuigen. En we gaan voelen over de ribben heen. En dan ga ik door oppervlakkig te drukken, dus niet heel hard, want dan voel je altijd de ribben. Maar door oppervlakkig te voelen, te drukken, voel ik de ribben. En die voel ik zeker bij haar. Ook als ik boven haar sta, dat kunnen jullie niet zien, kan ik niet uitleggen, kan ik verder ook niet laten zien, zie ik een hele mooie taille. Het lijkt heel wat bij dit meisje, omdat ze heel veel vacht heeft. En daarom moet je voelen. Verder hadden we het ook net nog over vorm. Kijk, is dat een mooie vorm. Ook hier is het zo, ze heeft helemaal geen hangbuikje. Het lijkt heel wat, omdat ze natuurlijk al die haartjes hier heeft. Maar als je zelf voelt met je hand, voel ik een heel mooi strak buikje. Dus dit muisje krijgt van mij, zit in het groen, een body condition score van 5 uit 9. Ideaal dus.